Ni hao, welkom in Beijing. We staan in het hart van het Olympisch dorp. De komende twee weken is dit complex het centrum van de wereld. Achter me het symbool van deze Olympische Spelen. Het vogelnest waar morgenavond de Olympische Spelen worden geopend. Maar je vindt op dit complex nog veel meer mooie stadions. Want kijk links van me, het Nationaal Zwemstadion. De plek waar toppers als Pieter van der Hogeband en Marleen Veldhuis van het Nationaal Zweminstituut in Eindhoven een Olympische medaille gaan proberen te halen. De Spelen in Beijing moeten de mooiste en de beste ooit worden. En de Chinezen doen er alles aan om dat te bereiken. Dus is het ook veiligheid boven alles. Wie in de buurt wil komen van de Olympische accommodaties, wordt gecontroleerd alsof hij in een vliegtuig stapt. Maar de Olympiërs hebben niets te klagen. Ja, schitterend mooi. Ik heb natuurlijk Athene en Sydney meegemaakt, maar dit is qua entourage en qua organisatie toch wel het mooiste. Het Olympisch dorp is schitterend opgezet met heel veel groen. De hele organisatie, die staan sneller 8 mensen te wachten op je dan te weinig. Dus het is allemaal heel goed georganiseerd. Wat blijft is het probleem van de hitte en de smog. Het verkeer in de stad is al met de helft teruggebracht. Maar topprestaties leveren lijkt onmogelijk. Al went het wel. Het was verrassend dat een paar dagen geleden het strak blauw was, want dat hebben we hier nog niet zo vaak gezien. Maar nee, ja, het is zoals het is. We hebben al discussies wat we nou fijner vinden, of blauw of niet. En we denken dat dit zelfs fijner is, want die zon die brandt heel erg, dus het maakt allemaal niet zo uit. Op iedere hoek van de straat vind je vrijwilligers die je vriendelijk de weg wijzen. Maar interviewen? Sorry, sir, and if you want to make an interview, you need to download an application form. We cannot interview you. No. Interviewen dus op aanvraag. Maar verder heeft Beijing alles voor elkaar. Ondanks het probleem van de hitte en de smog zijn ze er hier in Beijing van overtuigd dat deze Spelen de beste ooit zullen worden. Aan het jarenlange aftellen komt morgen een eind. Nog één dag en een paar uur en dan gaan de Olympische Spelen in Beijing van start.